Van harte welkom op mijn kanaal. Na ruim 10 jaar documenteren van luid- en speelklokken vind ik het hoog tijd dat ik eens een kijkje achter de schermen geef hoe zo'n klokkendoku nou tot stand komt. Vandaag bezoeken we de laatgotische Remigiuskerk van Steenderen. Het kerkgebouw is in 2014 overgedragen aan de Stichting Gelderse Kerken. Na een kort belletje met de beheerder kunnen we naar boven in de toren. Het leuke van torenbeklimmingen is dat je nooit weet wat je te wachten staat. Elke toren brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Tijdens het klimmen kijk ik altijd goed om me heen. Soms liggen er nog resten van oude luidinstallaties in de toren, zoals klepels en luidassen. In Steenderen troffen we een uurwerk aan uit de 19e eeuw dat nog in gebruik is. Eenmaal aangekomen bij de klok wil ik altijd meteen weten wie me heeft gegoten en hoe oud die is. En dit blijkt vaak uit de opschriften. Op klokken staan vaak namen van heiligen, namen van de mensen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de klok en uiteraard bijbelteksten. Ik fotografeer en noteer de opschriften altijd zorgvuldig, zodat deze later kunnen worden gepubliceerd. Ook meet ik de diverse maten van de klok op. De diameter vind ik daarin het meest relevant, maar bij historische klokken kan het ook goed zijn om bijvoorbeeld de grootte van bepaalde versieringen op te meten. Ook deze maten worden genoteerd. Voor de geluidsopname maak ik gebruik van de microfoon, die is gemaakt om harde geluiden goed te kunnen verwerken. Om te voorkomen dat het geluid van bijvoorbeeld een luidmotor overheerst, leg ik de microfoon meestal een verdieping boven de klok. En uiteraard is goede verlichting van belang, omdat het in torens meestal donker is. Nadat ik mijn gehoorbeschermers op heb gezet, laat ik de beheerder weten dat de klok een paar minuten mag worden geluid. Dat leg ik goed vast met een camera met ingebouwde stabilisator. Ja, ik ben er klaar voor. Nadat de opname is gemaakt, is het tijd om alle apparatuur op te ruimen en weer aan de afdaling te beginnen. Uiteraard gebeurt dat niet voordat ik zeker weet dat de opname goed is gelukt. Na afloop maak ik droneopnames van de buitenkant van de kerk. De drone is netjes geregistreerd bij de RDW en uiteraard vlieg ik alleen op plekken waar dat is toegestaan. Ik wil al mijn kijkers ongelooflijk bedanken voor het bekijken van deze en al mijn andere video's. Zonder jullie likes, abonnementen, reacties en donaties was dit alles niet mogelijk geweest. Neem gerust een kijkje in de beschrijving van deze video en dan zeg ik nogmaals bedankt voor het kijken en wie weet tot een volgende keer.